Gemeente Arnhem wil actief haar leegstaande vastgoed op de markt zetten. Om vraag en aanbod goed bij elkaar te brengen, is de site www.vastgoedplein.nl opgezet. Geïnteresseerden kunnen nu online het actuele verkoopaanbod aan kavels en gemeentepanden, als ook het huuraanbod bekijken. Donderdagmiddag werd de website op ludieke wijze gelanceerd. We hebben heel veel panden als gemeente en een aantal van die panden die hebben we niet meer nodig. Omdat we ze niet meer nodig hebben. Bijvoorbeeld oude schoolgebouwen, er is een nieuwe school gebouwd en de oude school die blijft dan leeg achter. Zetten we altijd tijdelijk wel mensen in, kunstenaars bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk geen duurzame oplossing voor zo'n pand. Zo'n pand moet eigenlijk een tweede leven krijgen. Verder hebben we ook nog heel veel gronden in ons bezit. Waarvan we graag willen dat mensen daar een huis gaan bouwen. We hebben besloten om dat anders te gaan aanpakken. We vonden eigenlijk dat we te weinig deden om de mensen te helpen om uiteindelijk ook het grond of het pand te kopen. Dat het ook te weinig bekend was wat we allemaal te koop hadden staan. Aan deze aftrap vandaag is heel veel vooraf gegaan. We hebben heel veel voorbereiding getroffen. We hebben goed gekeken naar ons aanbod om het ook diverser te maken. Dat je niet alleen een stukje grond kan kopen om je eigen huis te bouwen als je heel erg rijk bent. Maar ook als je wat minder geld hebt, dat je dat ook die mogelijkheden krijgt. Dus er ook kleinere kavels komen. In het aanbod. En wat heel belangrijk is dat, kijk, dat is niet iets wat mensen dagelijks doen, een stuk grond kopen om daar zelf een huis op te bouwen. Dat je die mensen ook goed helpt en begeleidt bij zo'n proces. Dus dat hebben we ook helemaal voorbereid en voor elkaar gemaakt. Er is een balie nu in het stadskantoor waar iedereen op afspraak de hele week langs kan gaan. Er zijn ook twee momenten op donderdag en dinsdag waar je zonder afspraak langs kan gaan. Daar kun je kijken wat we allemaal te koop en te huur hebben staan. Daar kun je als je interesse hebt, ook iets uitzoeken. En dan krijg je vanaf dat moment ook alle begeleiding die je nodig hebt, verzorgd door één vertrouwd contactpersoon die overal uitleg over geeft. Als je bijvoorbeeld iets wil en je hebt vragen van, ja, mag ik wel zo hoog bouwen of mag ik wel die dakkapel? Dan wordt daar meteen voor gezorgd dat je daar meteen antwoord op krijgt. En dan worden de juiste personen ook aan tafel gebracht. Dus dat kan dan in één moeite door allemaal geregeld worden. Dus echt klantgericht. Dus van eigenlijk een meer afwachtende manier van verkoop gaan we nu echt actief de markt op, de mensen opzoeken en de mensen ook helpen bij het realiseren van bijvoorbeeld hun droomhuis. Mensen hebben al flink gereageerd. Ja, dat klopt. Sinds wij onze panden meer in de aanbieding zijn gaan zetten, via Funda ook, via makelaars, zie je dat er enorme belangstelling voor is. Er blijkt heel veel interesse te zijn. Het is ook niet zo heel gek, want het zijn uiteindelijk toch echt unieke panden. Niet iedereen heeft schoolgebouwen, dat heeft de gemeente Arnhem eigenlijk alleen hier in Arnhem. En we zijn ook de enige die dat soort mooie karakteristieke panden te koop hebben staan. Ja, en er is een deel van de mensen die is daar heel erg in geïnteresseerd voor verschillende functies. En dat moet je dus bij elkaar brengen. Ik ben blij dat met de aanpak die we hebben gekozen, dat die zijn vruchten nu al aan het afwerpen is. Behalve op www.vastgoedplein.nl kunnen belangstellenden zich ook laten informeren over het gemeentelijk vastgoedaanbod bij een loket in de ontvangstruimte van het stadskantoor aan de Eusebius Buitensingel 53. Het aanpakken van het schoolverzuim krijgt een nog hogere prioriteit. Niet alleen het missen van lessen wordt straks vastgelegd, maar ook het te laat komen en regelmatig ziekteverzuim in de regio worden voortaan nauwgezet geregistreerd door alle scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs en het gewone onderwijs in Nijmegen en regio. Het plan van de Gelderse SP om met NUON gelden 10.000 huurwoningen te bouwen valt wel goed bij volkshuisvesting in Arnhem. Die zouden met het geld nog te bouwen koopwoningen in de wijk Malburg willen omzetten naar huurwoningen. Breeman van de volkshuisvesting vindt wel dat de focus in het plan eenzijdig op de huursector ligt en dat ook de koopmarkt een duwtje moet krijgen. De SP wil het plan op 26 juni bespreken in Provinciale Staten. Stefan Hoevenaars werkt als projectondersteuner bij Peer Producties in samenwerking met de Lindenberg in Nijmegen. Een week heeft Stefan zich laten opsluiten met een groep Nijmeegse jongeren. Deze jongeren hebben allen één ding gemeen. In hun jeugd hebben ze in min of meerdere vormen traumatische ervaringen opgedaan, doordat een van hun ouders psychische of verslavingsproblemen hadden. We hebben ons onlangs met 12 jongeren opgesloten in een villa in Zuid-Limburg, een week lang. En in die week hebben we met de jongeren een theatervoorstelling gemaakt.
En die theatervoorstelling die heeft als thema dat er heel veel jongeren zijn waarbij in hun jeugd één of beide ouders niet in beeld waren. Het kan zijn omdat ze een verslaving hadden, dat kan zijn omdat ze psychische problematiek hadden, het kan zijn omdat ze in de gevangenis zaten. Meerdere redenen. Er zijn in Nederland 1,6 miljoen jongeren die op de een of andere manier tijdens hun jeugd de rol van een ouder hebben gemist. En dat bevindt zich toch aardig in de taboesfeer, omdat heel veel jongeren zich schamen om daarover te praten. Wij willen dat graag uit de taboesfeer halen. Dus we zijn met lotgenoten zijn we een voorstelling gaan maken over dit thema, mijn moeder, mijn vader. De Nijmeegse jongeren hebben zich dus een week lang opgesloten in een huis in Limburg met een duidelijk doel. Met z'n allen een theatervoorstelling maken over hun eigen verleden. In Nederland zijn er 1,6 miljoen jongeren die ouders hebben met psychische en of verslavingsproblematiek. De titel van het stuk is Mijn moeder, mijn vader. En laat je wankelen door het lef dat de jongeren tonen in hun kwetsbaarheid. De voorstelling gaat woensdag 12 juni in première. Hoe gaat de voorstelling eruit zien? Het is een multidisciplinaire theatervoorstelling. De jongeren die meespelen putten allemaal uit eigen ervaring. Die hebben allemaal hun eigen dingetje ingebracht. De ene doet dat in de vorm van dans, de ander doet dat in de vorm van een rap. Theater zit erin, spoken word zit erin. En het is een mix van al die dingen. Op woensdag 12 juni wordt hij gespeeld in de Lindenberg Aldehof. En op vrijdag 14 juni wordt hij gespeeld in Lux. En na afloop is er dan een afterparty in de Plak. De jongeren die aan dit project meedoen, die hebben allemaal in het verleden een soortgelijke ervaring gehad. Waarbij een of beide ouders niet in beeld waren. We hebben heel duidelijk gemerkt tijdens die week dat we in die villa zaten, dat er een heleboel naar boven komt. Vaak zijn mensen hebben daar nog niet echt open over gepraat. En het was dus heel erg spannend voor de jongeren om dit stuk te maken. En dat merkte hij vooral omdat ze in het begin het wel wilden laten zien, maar niet aan de mensen die niet in de voorstelling zitten. We waren daar ook met een aantal mensen die de productie rondom de voorstelling doen. En die mochten in het begin nog niet zien wat er gemaakt was. Omdat ze echt eerst zelf wilden voelen dat het oké was. En van elkaar wilden horen dat het oké was. En het heeft dus echt heel veel losgemaakt bij de deelnemers. En waarschijnlijk, als straks die voorstelling gespeeld wordt, dan gaat het bij het publiek hetzelfde doen. Mijn moeder, mijn vader. Een bijzondere voorstelling door en met Nijmeegse jongeren. Deze voorstelling over persoonlijke ervaringen van jongeren met hun ouders is gratis te bezoeken in de Lindenberg Aldenhof op de 12e en in Lux Arthouse in Nijmegen op 14 juni aanstaande. Ben je ouder dan 14 jaar en heb je misschien zelf wel een soortgelijke ervaring? Dan is deze voorstelling zeker de moeite waard om te gaan bekijken. Park Lingenzege kan ondanks de onzekerheid over de subsidies wel door. De provincie Gelderland garandeert dat de benodigde gronden kunnen worden aangekocht. In het kader van het project Recreatie om de stad hadden de vier betrokken gemeenten over Betuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen met rijksgelden gronden voor het park aangekocht. Maar de toekomst bleef dus onzeker. Het college van Lingewaard acht de verbouw van stad Huus in Huissen tot sociaal-cultureel centrum niet haalbaar. De nieuwe raadswerkgroep moet nu gaan kijken naar een alternatieve bestemming tot appartementencomplex, een zorgcentrum of een hotel. Voor het onderzoek is 25.000 euro beschikbaar gesteld. En wethouder Jan van der Meer loopt veel te hard van stapel met zijn plan om windmolens te plaatsen bij de Electrabel-centrale, nu deze zal moeten sluiten. Dat stelt D66. Als de centrale dan toch wordt gesloten, dan moet volgens de Democraten worden gekeken naar de toekomst van de bedrijfslocatie, die wellicht door de gunstige ligging ook in aanmerking kon komen als containeroverslaglocatie. Alleen inzetten op windmolens is dus veel te kortzichtig, aldus de partij. Afgelopen woensdag 5 juni opende de burgemeester Bruls in de Schepenhal van het Nijmeegse stadhuis voor de 16e keer de jaarlijkse haringparty. Tijdens de haringparty werd onder de Nijmeegse ondernemers een veiling gehouden van het allereerste vaatje nieuwe haring, ten gunste van het goede doel. Haringparty op een bijzondere plek? Ja, voor de 16e keer. Het gebeurt hier altijd en het is mooi om daar als gast hier op te treden. En u weet, de haringparty is natuurlijk officieel even de intrap voor het haringseizoen, maar vooral ook bieden voor het goede doel. En dit jaar gaat het anders, want er is nog geen nieuwe haring.
Ja, dat is wel heel bijzonder. Hè? Die haring die heeft nog niet echt het vet op de botten gekregen. Dus er zullen wel de nodige opmerkingen gemaakt worden. Maar ik begrijp dat als je biedt, dan krijg je over 2 weken toch een verse tonnetje of een verse hoeveelheid haring. En toch gaan we haring eten, heb ik gehoord. Dus schijnbaar kun je nog goed bewaren ook. Het nieuwe haringseizoen is uitgesteld wegen een veel te laag vetgehalte van de te vangen vis. Voor vishandelaren is de verlaten vis ook een enorme tegenvaller. Het is overigens niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2006 hadden vishandelaren ook al te maken met een verlaten vangst. De mensen die woensdag op de haringparty waren, hoefden zich geen zorgen te maken. Ze werden nog steeds geserveerd met kwalitatief hoogwaardige haring. Het is eenmaal eerder geweest dat er nog geen Hollandse Nieuwe was, 7 jaar geleden. En ja, dit jaar voor het eerst ook weer geen Hollandse Nieuwe. Maar we hebben wel een hele mooie Hollandse haring van 2012. Waar komt de haring vandaan? Ja, deze haring is gevangen door de Wieron 5 en 6. Dat zijn nog de 2 enige Nederlandse haringschepen die Hollandse Nieuwe vangen, maar die ook op zee de haring kaken. En dat is vrij uniek, want maar 3% in Nederland verkoopt de haring van de Wieron 5 en 6. En daar ben ik een van de gelukkigen van. En dat is ook de haringparty hier. En is het als vishandelaar zelf vervelend dat er nog de nieuwe nog niet zijn, dat u 2 weken moet wachten? Ja, voor sommigen wel, voor anderen ook weer niet. Je kunt natuurlijk daar positief en negatief tegen aankijken. Nu wordt er erg veel over gesproken, wanneer die er is. En dat is over 2 weken. Dus dan kun je naartoe leven, kun je samen aftellen en je kunt nog genieten van de fantastische haring van 2012. Natuurlijk is zo'n visje lekker om te eten, maar daar draait het natuurlijk niet alleen om op de woensdagavond. Het netwerken voor de ondernemers in de regio Nijmegen was een belangrijk punt. Maar bovenal wilde de organisatie met de veiling de goede doelen steunen. En dit jaar waren de goede doelen de stichting Waalboog en de stichting Children Inspiration Meetings. En het haringpartij bestaat eigenlijk voor de goede doelen. Waarom hebben jullie voor deze goede doelen gekozen? Nou, wij hebben, laat ik zo zeggen, in de afgelopen jaren hebben we ongeveer 22 goede doelen gehad. Dat zijn vaak stichtingen die ja, niet echt naar buiten komen, maar die toch wel middelen nodig hebben om mensen ja, een bepaald iets te laten genieten. Wij proberen die stichtingen toch te benaderen. En we hebben inmiddels een hele lange lijst van stichtingen die wij kunnen ja, zeg maar, bedienen met geld waarin ze wat kunnen doen. En het gaat dan altijd om mensen ja, iets brengen of kinderen iets brengen. Of in ieder geval mensen laten genieten, toch nog laten genieten, ondanks dat ze bepaalde dingen missen of ziek zijn, te laten genieten. Dat vinden we belangrijk. En dat proberen we zeg maar, in Nijmegen te doen, lekker low profile. We nodigen de ondernemers uit, we nodigen jonge ondernemers uit. We nodigen mensen bij die voor ondernemend Nijmegen wat betekenen. En zo proberen we eigenlijk zeg maar, ja, die stichtingen iets te bewijzen. We hebben inmiddels in 15 jaar tijd 379.000 euro opgehaald. Dat hebben ze allemaal al lekker besteed. En we proberen nu door de 400.000 grens heen te gaan. En die stichtingen zeg maar, en het goede doel te laten genieten van wat wij hier met z'n allen bij elkaar brengen. Dus dat is chapeau voor ondernemen Nijmegen. Want daar gaat het om. Dat is belangrijk. En wat hopen jullie vanavond op te brengen? Ja, ik zeg net, we proberen in ieder geval de 400.000 euro grens in 16 jaar te doorbreken. Dan zit ik mooi op een gemiddelde van 25.000 euro. En vergelijk je het even met oud geld. Dat is toch wel een heel groot bedrag. En dan zullen we heel blij zijn. En die stichting ook. Daar gaan we voor. Gaat u zelf nog bieden? Ik vermoed het niet. Ik mag de veiling openen. En ik heb vorig jaar, toen ik voor de eerste keer was gezind, dat er genoeg mensen zijn die dan wel bedragen op tafel komen. Dus laten we zien. Ja, mocht het nou niet lukken, dan moet ik misschien ingrijpen. Maar u weet het, hè? De gemeentekas is ook niet zo vol meer. Het was een geweldige avond. De opbrengst vanavond was ruim 25.000 euro.